Nijmegenaar misbruikt eigen dochters. 18 maanden cel voor automobilist die agent meesleurde. En laatste supermarkt op Alverna verdwijnt. De buurtsuper op Alverna moet weg. De voornaamste reden hiervoor zijn de financiën. Het was de enige buurtsuper in het dorp. Dus nu moet men samen met de gemeente Wijchen op zoek naar een oplossing. Ja, het is natuurlijk ontzettend jammer dat de buurtsuper in een kerkdorp als Alverna weggaat. Want als je naar dit soort dorpen kijkt, zie je dat zo'n buurtsuper en de basisschool die hier zitten, dat wat doet voor de leefbaarheid in zo'n kern. En tegelijkertijd zie je het koopgedrag van inwoners hier veranderen. Dus er wordt steeds meer online gekocht. En mensen weten zo'n buurtsuper helaas steeds minder goed te vinden. En daardoor zie je de inkomsten van zo'n buurtsuper helaas teruglopen. Wat ik heb begrepen is dat de buurtsuper ergens in januari, begin januari, gaat sluiten. En dat is een bewuste keuze om dat na de kerstdagen te doen, zodat de inwoners en vooral de oudere inwoners van Alverna, dat zij tijdens de kerstdagen nog hun boodschapjes kunnen doen hier. Bij de gemeente Wijchen ligt een alternatief voor een supermarkt op Alverna, namelijk een Aldi. Maar of die er ook gaat komen is nog maar de vraag. Ja, er ligt inderdaad een voorstel op het gemeentekantoor. De ambtenaren zijn dat nu aan het beoordelen, aan het voorbereiden voor het college. En zij moeten met verschillende zaken rekening houden. En de ene kant gaat dat over de leefbaarheid waar we het net over hadden. Maar aan de andere kant gaat het ook over het aantal vierkante meter supermarkt dat er in een dorp als Alverna kan landen. Want de gemeenteraad heeft begin dit jaar gezegd van nou, in een dorp zoals Alverna is maximaal ruimte voor 500 vierkante meter. En het plan dat er nu ligt gaat over 777 vierkante meter. Dus dat is een stukje meer. En daar moeten wij als college van burgemeester en wethouders ons toe verhouden. Inwoners van Alverna kwamen met een actiegroep om een supermarkt te behouden. Of dat een Aldi of een buurtsuper is, maakt ze niet uit. Ja, ik vind het ontzettend goed dat inwoners opkomen voor hun belangen, met name als het gaat om leefbaarheid. Ik heb ook goede gesprekken met deze actiegroep, toevallig vorige week nog een goed gesprek mee gehad. Want het is ook voor mij als bestuurder belangrijk om te horen wat de voor's en de tegens zijn voor zo'n initiatief. En ja, in die zin zijn we als gemeentebestuur niet blind voor de argumenten die vanuit het dorp zelf komen. Zo meteen in het RN7 Regio Nieuws. Scholieren kleden zich vandaag massaal in het paars voor Paarse Vrijdag. Wat het precies inhoudt, dat zie je zo meteen. In Nijmegen is op de avond van 7 december een man aangehouden op verdenking van seksueel misbruik van zijn eigen dochters en het maken van kinderporno. Het OM meldt dat de beelden naar het darkweb zijn geüpload, wat maakt dat de politie hem al snel kon traceren. De verdachte is ter plaatse gearresteerd in het bijzijn van zijn vrouw en kinderen. Op zijn zolder vond de politie een filmstudio en seksspeeltjes. Als het aan het Openbaar Ministerie ligt, gaat een 22-jarige Nijmegenaar 18 maanden de cel in voor het meesleuren van een agent aan zijn auto. Het voorval gebeurde begin juni in Nijmegen. De politie kreeg in het centrum lucht van een drugsdeal. Twee agenten gingen er per fiets op af en troffen de 22-jarige aan in een auto. De man weigerde ondanks meerdere verzoeken de motor uit te zetten. Een van beide agenten kon uiteindelijk een portier openen, waarop de agent zich in de auto boog om de motor af te zetten. Hierop gaf de 22-jarige gas en reed weg. De officier van justitie spreekt van een poging tot zware mishandeling. Het Nijmeegse college is bereid om, als dat nodig wordt geacht, de crisisnoodopvang aan de Dalmerasweg langer open te houden. Men stemt namelijk in met het regionaal transitieplan voor crisisnoodopvang van de veiligheidsregio Gelderland-Zuid. Daarin staat onder meer dat de gemeentelijke opvang in de regio voor mensen die asiel aanvragen in Ter Apel kan worden verlengd tot 1 juli 2023. Bij archeologisch onderzoek in een veld aan de Oude Klapstraat in Wijchen is donderdag voor de tweede keer een zeldzame vondst gedaan. Archeologen vonden hier een vogelfibula uit de 5e of 6e eeuw. Dat meldt wethouder Twan van Bronkhorst van Kernachtig Wijchen aan de gemeenteraad. Een fibula is een siervoorwerp dat vroeger dienst deed als sluitspeld voor kledingstukken. De bodem aan de Oude Klapstraat wordt onderzocht ter voorbereiding op de realisatie van tijdelijke woningen, waar in eerste instantie Oekraïense vluchtelingen inkomen.
Ja, de kwartfinales op het WK voetbal zijn begonnen en daar wordt natuurlijk ook met bijzonder veel interesse bij NEC naar gekeken. Veel verschillende nationaliteiten en er zijn er nog een aantal die hun eigen land kunnen aanmoedigen. Zo kijkt Pedro Marques en Soufiane El Karouani uit naar zaterdag. Soufiane natuurlijk met zijn Marokko en Pedro Marques natuurlijk zit voor de buis voor Portugal. But we just have a lot of Portuguese people spread in Holland, and we all gathered together to watch the game of Portugal on the World Cup. So it's a fun event. Okay, and what do you think? What do you think? Oh, I think we want to win. Yeah, yeah. Je hebt het toch van dichtbij mee mogen maken. Ja. Hoe is dat voor jou? Dat is mooi om te zien wat ze nou bereiken, toch? En zaterdag staat er weer een belangrijke wedstrijd voor de boeg. Dus na de wedstrijd snel naar huis en lekker kijken. Ja, hoe kijk jij die wedstrijden? Kijk je dat met vrienden? Kijk je dat met familie? Ja, met familie. Vaak met mijn pa en met mijn gezin gewoon. En dan misschien nog een van mijn vrienden soms erbij. Maar over het algemeen daarmee. En droom je eigenlijk al een beetje jullie als Nederland tegen Marokko in de finale? Dat zou wat zijn. dat zou wat zijn. Hè? Nou ja, ik ben benieuwd. Nederland heeft denk ik een hele lastige wedstrijd vandaag. Ik wens het beste. Maar ja, dat gaan we straks even zien vanavond om 8 uur. Ja, hoe groot acht jij de kans dat jullie verder gaan? Ja, voetballen is altijd kans. En ik heb alle vertrouwen in. Volle vertrouwen in. En ik denk dat we de klus gewoon gaan klaren. Nou, dan wens ik jou morgen heel veel succes. En ik wens jou vanavond heel veel succes. Dankjewel. Het is vandaag Paarse Vrijdag, een dag waarop scholieren vaak paarse kleding dragen om hun steun te betuigen aan onder andere transgenders, homo's en lesbiennes. Ook op het Citadel College in Nijmegen werd dit onder de aandacht gebracht. Ik vind dat heel goed. Ik vind dat het duidelijk moet zijn dat er een GSA is en waar die voor staat. Die staat voor dat je jezelf mag zijn, wat niet uitmaakt wat je geaardheid of je seksualiteit of je gender of je huidskleur of je afkomst is. En ik denk dat het een goede dag is om te laten zien dat wij hier zijn, dat je bij ons terecht zou kunnen en te laten zien dat je jezelf mag zijn hier op school. Veel reageren heel goed en die dragen ook zelf paars. Of die, als ze dan geen paars in hun kast hebben, dan dragen ze wel een bandje die ze dan krijgen. Maar sommigen vinden het volgens mij ook niet helemaal, is niet helemaal hun ding, zeg maar. Het Citadel College heeft het volgende gedaan voor de Paarse Vrijdag. Ik weet, vandaag is in de aula een grote markt voor de Paarse Vrijdag. Dus er wordt van alles uitgedeeld aan cake en bandjes, buttons, vlaggetjes. Dadelijk in de kleine pauze voor de onderbouw worden er ballonnen gedropt. Dus dan gaan er een heel aantal ballonnen, paars van kleur, allemaal van de bovenste verdieping naar beneden. En de hele dag is zoveel mogelijk mensen in het paars. Er zijn vlaggen opgehangen, posters opgehangen. Dus op die manier is de school in het paars gehuld. Ja. De afgelopen jaren is de LHBTIQ+ al veel onder de aandacht geweest. Heeft de Paarse Vrijdag dan nog wel een meerwaarde? Ja, daar kun je discussie over voeren. Ik denk van wel. Zeker als je kijkt hoeveel mensen met een gender of seksualiteit die op dit moment niet de norm is, helaas. Hoeveel die nog gepest worden, uitgescholden worden. Ik denk dat daar nog heel veel awareness voor nodig is en dat dat nog veel meer genormaliseerd moet worden. Dus ja, in die zin, ik ben van mening dat die dag er nog toe doet, zeker. En plaats je dan niet mensen bijvoorbeeld in bepaalde hokjes, als je een aparte dag voor misschien hun wel maakt? Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat dat een andere discussie weer is. Er wordt sowieso in hokjes gedacht. Nou, dan liever dat iedereen in zijn eigen hokje past waar hij zich goed bij voelt. En daarnaast zijn er ook mensen die buiten de hokjes plaatsen. En daar is ook vandaag aandacht voor. Dus ik denk dat het belangrijker is dat we boven die twee binaire hokjes uitstijgen. En dat we ook de andere hokjes erbij betrekken. En ook de mensen die buiten de hokjes vallen daarbij betrekken. Ja. Leerlingen op de school hebben verschillende reacties op de Paarse Vrijdag. Heel veel mensen waarvan ik het ook niet had verwacht dragen paars. En je ziet heel erg dat iedereen er heel erg mee bezig is. Maar er zijn ook wel kinderen die dan heel daar gewoon kinderen dan uitschelden. Of zeg maar er niet zo goed mee omgaan. Ik vind dat er iets meer gedaan zou moeten worden soms. Maar ik denk dat we het heel goed hebben gedaan met de omstandigheden die we in zaten. Het was een rustige dag vandaag met veel grijze luchten, zoals je op deze foto kan zien. Gelukkig brak de zon ook wel af en toe even door. Er stond weinig wind en het was fris vandaag met zo'n 1 tot 3 graden. Nou, en die kou die gaat ook doorzetten dit weekend. Morgen zal het weerbeeld niet anders zijn als vandaag. De dag zal grijs verlopen, misschien zelfs in het begin ook nog wat mistig. En een kleine kans op een bui kan een winterse bui zijn, maar die zal waarschijnlijk aan onze regio wel voorbij gaan. Dus dan houden we het droog. Temperaturen morgen nauwelijks boven het vriespunt. 1 graden morgen.
De dagen erna meer ruimte voor de zon. Het blijft in onze regio droog, maar ook erg koud. Temperaturen zullen niet boven het vriespunt uitkomen. De minima liggen rond de min 6 tot zelfs min 7 graden. Tot zover het RN7 regio nieuws van vandaag. Nu op RN7 kun je weer kijken naar een nieuwe NEC-update. Met daarin de zangkwaliteiten van onder andere Bart van Rooij. Morgenavond zijn we weer met ons weekoverzicht. Alvast een heel fijn weekend en tot morgen.